Nee, ik, weet je, mijn leven van nu is de prijs. Die is al zo, er kan niks overheen. Dat is zo geweldig. Ik kan mijn eigen tijd indelen, ik mag mijn eigen bioritme volgen, zowel op de dag als in de seizoenen. Ik heb zoveel rijkdom en overvloed. Dat is. Primaire doel is inderdaad gewoon trouw blijven aan je eigen dingen. En daarin dus je bezieling en je passie steeds maar weer opzoeken. Van oké, waarom doe ik dit? Dit doe ik omdat ik vind het een mooi product. Ik vind het echt fantastisch om het te realiseren als hier de dozen uit het buitenland binnenkomen. Dat daar gewoon mensen ook lekker hun werk aan hebben gehad en een fatsoenlijke boterham uitgehaald hebben. En dat is de drijfveer. En het zijn mooie producten en het is voor mij mijn steentje in de vijver. Dus ik ben maar een klein hummeltje op de wereld natuurlijk, net zoals iedereen van ons apart. Maar ik geloof heel sterk in het effect van je eigen kleine kiezeltje in de vijver gooien. En dan die mooie cirkeltjes. Nou, uiteindelijk wordt het een tsunami. Eigenlijk is het speciaal aan deze stoffen dat de mensen die het... vanaf dat het zaadje in de grond gestopt wordt. Of de grondstoffen verwerkt worden tot textiel. Dat de arbeidsomstandigheden goed zijn, dat de mensen realistisch betaald krijgen, dat er gekeken wordt naar zo min mogelijk schade aan het milieu toebrengen. En op die manier proberen daar die keten ook op te schonen. Toen ik voor de zoveelste keer uit een reguliere baan mocht opstappen, ik ben zelfs geschorst. Daar moest ik ook vreselijk om lachen eigenlijk. Op het moment zelf was ik heel boos, maar ik moest er heel erg om lachen achteraf. En ik werd geschorst omdat ik vond dat ik met een aantal mensen in gesprek wilde met een leidinggever over een beslissing die hij had genomen. En toen brak de paniek los. Nou, en toen had ik zoiets van ik heb hier gewoon geen zin meer in. Ik wil dit gewoon niet meer meemaken. Nog voor de zoveelste keer. Als ik iets ga doen, dan verbind ik me daar heel erg aan. En dan geef ik al mijn energie en al mijn capaciteiten eraan. Uiteindelijk telt dat dus niet. En dan word je dus afgerekend op dingen die helemaal nergens over gaan. En daar had ik geen zin meer in. Dat wilde ik echt niet. Nou ja, dan is het van, je moet dus wel op een bepaalde manier inkomen zien te genereren. En toen ben ik gaan nadenken over... Nou ja, wat telt dan voor mij wel heel erg? En wat kan ik nou gewoon in de wereld zetten vanuit wie ik ben? Geen compromissen meer willen sluiten in integriteit. Niet meer mee willen doen aan bepaalde negatieve onderstromen. Maar juist die keuze willen maken voor dat positieve stuk, dat bouwende stuk, het creatieve stuk. Dan komt daar dus dat stukje wat maak ik uit in de wereld? Dat komt om de hoek. De nieuwste droom die langzaam begint op te borrelen is dat we de plek waar we hier zitten. Nou ja, je bent hier al een tijdje, je geniet ook van de ruimte en de rust en de mogelijkheden. Dat deze plek een soort broedplaats wordt voor mensen die zin hebben om zich eens een tijdje te verdiepen in... hoe kom je nou aan je voedsel, hoe kom je aan je energie, hoe ga je met water om, welke nieuwe ideeën kunnen we uitproberen. En dat is nog weer een droom eromheen.